Wat is je kunstzinnige achtergrond? Ik heb een bachelor gedaan in St. Joe's in Den Bosch. En 13 jaar later heb ik nog een master gedaan in Zweden. Achter je bevindt zich je kunstwerk. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het is gemaakt in 1 week tijd. Dus ik heb hier 1 week een artisan residency gehad. En in deze tijd heb ik dit werk gemaakt. Op de eerste dag, maandag, is Kees van der Knaap gekomen en hebben we interviews gedaan op de en rondom de Egbert Gortelbrug. En het kunstwerk wat ik gemaakt heb, is een soort van kopie van de Egbert Gortelbrug. Een soort kunstzinnige replica. Ja, ja. Wat was de bedoeling van de interviews? Nou, ik kwam eigenlijk met het idee dat iedereen wel wist wie Egbert Gorter was. Of überhaupt dat de brug zo heet. Maar het was een leuke verrassing of een surprise. Dat eigenlijk heel veel mensen niet wisten dat de brug zo heette. Bijvoorbeeld de dame van 93 die zei van nou, het is steeds gekker deze tijd. Of er was een jongen uit Somalië die onder een brug geleefd heeft. Dus de verhalen, hoe kort maar ook, zijn heel divers. En dat het oorspronkelijke kunstwerk zou iets met potloden te maken hebben. Ik zie geen potloden. Er is iets in de verzending fout gelopen. En dus de potloden zijn ook nu nog steeds niet aangekomen. Dus het is goed dat we naar plan B zijn overgestapt. Kortom, de potloden waren een brug te ver. Ja, dat is het goede, ja. Helaas komt Sinterklaas dit jaar niet, maar Kim Engelen is er wel. Nou, wat ontbreekt vandaag, en dat is deze. Hè? Kijk. Ja. Dat ontbreekt. En alsjeblieft, misschien kunnen we hem er nog bij leggen. Ja. En als laatste krijg je natuurlijk, en dat krijgt iedere exposant tegenwoordig, een kunsttoornetje. Oh. En wat zit daarin? Daar zit in... Oh, de potlood! Een potlood. Oh, wat superleuk! En dan verklaar ik bij deze jouw werk voor geopend. Oh, voor wat vandaag. Superleuk! Ik zou je zo een knuffel willen geven. Echt, je bent zo'n goede coördinator, organisator. Dankjewel. En hartstikke lief en aardig. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Heel erg bedankt.